Hoi dames, ik wil jullie vandaag mijn nagellakstest laten zien. Ik heb niet mega veel of zo, maar ik vond het eigenlijk wel leuk om een keertje te laten zien. Ik heb vooral, ja, eigenlijk budgetmerken, heel veel Catrice. Catrice heb ik eigenlijk een speciale plek nog voor, daarboven. Kijk, daar zit een heel randje nog met allerlei kleurtjes. We beginnen vandaag met dit bakje. Het super schattig bakje met een strikje eromheen. Past niet meer. Hij is ook eigenlijk al stuk, maar ach, ik vond hem zo leuk. Hier zit eigenlijk de wat duurdere merken in. Er zit trouwens ook nog een de Circus collectie, maar die heb ik nog niet eens geprobeerd. Opia bij Nicole. Paars lakje met glitters, lastig te zien. Ook OPI. Ook. Kijk, daar heb ik nog OPI. Sephora bij OPI. Zo heel mooi, een koraalkleurig lakje. Ik kom nou een beetje oranje over. Maar het echt te zien. Koraalkleurig. En nog eentje in bruine. Nomad's Dream. De Shatterlock van OPI. Topcoat en basecoat geloof ik ook. Het heeft niet zeker niet alleen topcoat. Rapid Dry. Maar die is al helemaal hard geworden. Echt super zonde. Ik heb hem nog niet eens een half jaar. Maar ja. Uit de Burlesque. Bring on the Bling. Deze ook wel mooi. Een beetje paars roze. Kleur. Nou, focus. Dim Sum Plum. Uit de Muppets collectie is deze. Dat is Peepy's Purple Passion. Focus. Yep, dankjewel. Nog eentje uit de Muppets. Miep. Weer Sephora bij OPI. Only Gold for Me. Die is echt prachtig. Zijn van die grote chunky gouden glitters. Deze kennen jullie ook al. Rainbow Connection. Kijk. Essie lakjes. Heb ook al voorbij zien komen. Russian Roulette. Big Spender. Tarte Deco. Ook een mooi kleurtje. Even kijken hoor, dit is. Staat het? Oh, hier. Little Brown Dress. Dankjewel voor die foto. Een koolakje. Die open krijgen met één hand. Dit is een holografisch lakje. Alleen het nadeel vind ik van dit lakje is dat als je een nieuw laagje, zeg maar, als je eerst een laagje aanbrengt en daarover weer een laagje, dan neemt het nieuwe laagje eigenlijk het oude laagje weer mee, zodat je eigenlijk precies hetzelfde ziet. Dat is een beetje jammer. Misschien maar eens langer proberen te drogen of iets, maar hij werkt niet super fijn. Mijn trintlakjes. Nou ja, lakjes. De Nail Repair. En de Nail Balsam. Erg fijn. Ook nog een verzorgende van Piet Zwij. Feature Nails. Ook wel fijn. En mijn enige Chanel lakje. Ik vind hem niet fijn. Ik heb er daarom ook maar eentje. Ik heb hem nu trouwens wel op. Hij is alleen, het ziet er niet uit. Maar goed. Ik wilde hem weer eens een kans geven. Maar nee. Ik vind het toch niet fijn. Hij is wel heel mooi, met hele mooie glitters. Maar nee, het is niet mijn favoriete merk. Zeker niet. Oké, dan heb ik hier ook nog wat lakjes staan. Even kijken, topcoat. Die ken je allemaal. Outdoor. Kiko Flake. Flake lakje.
En Salon Manicure van Sally Hansen. Back to Fuchsia. Base coat en topcoat van Sephora bij OPI. Matte topcoat van Catrice. En mijn ultieme nagellakje. Vind ik echt gewoon echt een super mooi nagellakje. Het is eigenlijk van de week ook in de blogpost van favoriete nagellakjes van 2011 alweer. Rage van Orly. Dat is echt mijn favoriete. Dan heb ik hier nog een doosje met nail art dingen. Het is eigenlijk een... In deze box kwam eigenlijk een parfum. Van Victor en Rolf. De Flauwbom. Dat was een speciale set met van alles erbij. En het is wel een leuk doosje eigenlijk zonder om weg te doen. Er zit ook nog een lichtje in. Er staat er Happy Holidays. Victor en Rolf. Ja, wat zit hierin? Een beetje van die nagelwieltjes met dat... Nail art dingetjes. Hier zaten deze stickers in van Conrad. OPI, base coat en topcoat. Nog nooit gebruikt. De Drip and Dry van OPI. Ook nog nooit gebruikt. Hier. En er meer in. I Love Berlin collectie. En daar zit dan zo'n dun penseeltje aan. Nagellak verdunners. Nagellak verharder van de Hema. Nog eentje. Nagellak verdunner. Van Essence Studio Nails. Nog wat van die... steentjes die je erop kan doen. Van C&D, als ik het goed uitspreek. Ik weet nog niet al wat, waar al die producten voor zijn. Ik heb ze gekregen voor kerst. Medicine zien ze vast nog wel voorbij komen. Ja, wat ik nu meer heb. Oh, de dry drops van Essence. Kijk, van deze dingetjes voor op je nagels. Het is trouwens wel heel erg dat mijn nagels er zo uitzien. Als je een nail, of weet het, een nagel stash filmpje gaat doen. Maar goed. Excuse me. Glittertjes. Oh ja, van deze. Image plates. Om van die figuurtjes op je nagels te doen. Ja, het is eigenlijk gewoon een bende. Maar ik weet niet zo goed wat ik er anders mee moet. Ook nog een. Van OPI. Een. God, serieus, Lara, waarom raak je al die woorden kwijt om je nagellak eraf te halen?